zijn op de toehoorders in Hardenberg en de wethouder Martijn Breukelman is even aan het oefenen hoe hij met de rolstoelen en bejaarden om moet gaan. Dus dat lukt hem aardig. Mevrouw, bent u een beetje tevreden over de service? Nou, ik vind het een beetje wild. Ik wilde door de hal heen. Hij luistert niet naar me. Het moet wat rustiger, begrijp ik. We hebben in de zon een minuut of 5. Hè? Ja, je bent wethouder en je loopt ook met je eigen beperking aan. Hallo, wat zijn jullie hier aan het doen als ik vragen mag? Je staat hier een beetje te kijken? Of, ja, we zijn zo daar. Oh, ja, en, wat wil je gaan doen later? Is dat al bekend? Iets in de zorg, ja, denk ik. Wat zei je? Iets in de zorg. Iets in de zorg, ja, ze hebben heel veel mensen nodig in de zorg. Hè. En wat vind je daar leuk aan? Degene die gewoon mensen helpen. Mensen helpen, heeft een goed gevoel waarschijnlijk. Ja. Oké, en is dat moeilijk om te leren of hoe ervaar je dat zelf? Ik heb echt geen idee. Nog geen idee. Je bent maar even aan het snuffelen eigenlijk. Ja. Ja. Oké, nou, leuke dag verder nog. Dank u wel. Nou, we zijn aangekomen bij de... Ja, je bent nu de tweede. Ja. Hallo. Wat ben je aan het doen als ik vragen mag? We hadden deze helikopter af en dan zien we als het is een as, toch? Krukas. En dan zien we de krukas. De krukas demonteren, zeg maar. Ja. Oké. En hoe is dat om dat te doen? Heel leuk. Ja? Wil je dat later gaan worden dan? Ja, zoiets wel. Oké, zo'n grote vrachtwagen onderhouden en zo. Zo'n vrachtwagen onderhouden. Ja. Oké. Dat weet je nog niet. Oké, succes hoor. Dat is de leraar, neem ik aan. Zijn ze nog een beetje enthousiast? Privacywetgeving, ja, dat ben ik niet. Waar jonge mensen kneepjes van het vak leren. Hier zien we dan mensen van de bewegingsleer. We zijn de wereld niet uit. Een zelfrijdende ton wordt... door deze jongens waren waarschijnlijk bediend. Dat is allemaal te zien op de dag- en keuzedagen in evenementenhal in Hardenberg. En daar gaat hij weer. With points and little assistenten, dat moet ook aangeleerd worden. Nu zien we een vos. Oh, één slinger. Heeft hij zijn pootje gebroken? Ja. Je moet leren verbanden aanleggen. Lukt dat een beetje? Ja. Bij mij ging het de eerste keer heel goed. Wat zei je? De eerste keer? Ja. Oké, nou dat ziet er toch, ja, dat ziet er toch redelijk uit, dacht ik. Het is nog niet helemaal volgens de regels. Maar wat niet is, kan nog komen. En daar zijn ze bezig om injecties voor te bereiden voor zieke dieren. En allerlei andere zaken. Met deskundigheid en zorgvuldigheid. De afdeling knippen, knappen en afdeling knippen en haarverzorging. Hallo, lukt het een beetje? Ja hoor. Ja? Is het makkelijk of moeilijk? Het valt wel mee. Het valt wel mee. Want dat willen jullie later gaan doen eventueel? Ja, ik denk wel. Je weet het nog niet. Je bent maar een beetje aan het experimenteren. Ja. En kijken of het wat is voor jou of niet. Ja. Er zijn mogelijkheden zat uiteraard. Oké, nou succes. Ja. Een andere stijl. Weer iets anders. En zo is men hier bezig met leren in de praktijk.